Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ja, de maand september is alweer begonnen. En voor mij is dat heel erg goed nieuws. Ik heb een heel erg goed gevoel over deze maand. Heel erg fijne vooruitzichten die er gaan komen. Ik ga er nog niet te veel over verklappen. Ja, ik heb gewoon een heel erg goed gevoel over deze maand, september. En ja, het heeft eigenlijk voor mij meerdere voordelen dat we nu al in de maand september zijn. Ook het wordt hier wat frisser buiten. Dus dat betekent ook minder muggen en zo in huis. Oh, echt zalig. Ik kijk er wel echt naar huis uit dat die muggen en zo langzaam verdwijnen. En dat het wat frisser wordt, dan ga ik ook wel veel liever buiten gaan wandelen. In de bossen en zo. En ja, ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Ik heb een super goed gevoel over deze maand. Ja, en ik wens jullie natuurlijk ook toe dat jullie een geweldige maand september beleven. Ja, voor sommigen zal het wel niet altijd even leuk zijn. Er zullen ook natuurlijk wel mindere dingen op je pad komen. Maar voor mij staan de sterren momenteel heel erg positief. Ik zal er later sowieso nog wel meer over vertellen wat ik hier allemaal mee bedoel. Maar voorlopig is het het beste om het nog een beetje geheim te houden. Lekker mysterieus. En oh ja, ook de lichtwezens zijn ook heel erg sterk aan het doorkomen de laatste tijd voor mij. Ik krijg heel erg veel goede tekens van de kosmos en van andere positieve krachten dat ik echt wel op een goed pad zit. En ja, dat er mij nog heel erg leuke verrassingen staan te wachten. En ik voel ook wel echt heel erg sterk de aanwezigheid van de lichtwezens bij mij. Ook de draken en zo komen ook heel erg sterk door. En ik voel mij echt wel gezegend. Dus ja, ik ben echt wel happy momenteel. En ja, jullie kunnen het waarschijnlijk ook wel heel erg zien aan mij. Dat ik me goed voel. Ik zit ook veel beter in mijn vel. Steeds beter en beter. Als ik dan bijvoorbeeld naar mijn verleden kijk, dat was heel anders als nu. Ik had echt wel heel erg veel verdriet en de ene tegenslag na de andere. En ja, ik heb het echt heel erg zwaar gehad. Maar de laatste tijd, ik merk ook wel dat het steeds beter en beter wordt voor mij. Dus ik heb liever dat je een slechte start maakt en dat je alle slechte dingen op het begin van je pad op je krijgt en dat je daardoor dan uiteindelijk sterker wordt en dat er veel meer positieve dingen gebeuren dan dat je bijvoorbeeld eerst begint met een heel erg mooie start en dat je dan uiteindelijk alle tegenslag op je pad krijgt. Dus ik ben toch wel heel erg dankbaar dat het bij mij dan is dat het positieve later in mijn leven komt. En ik voel het ook wel heel erg sterk dat het dat ik echt van de diepste duisternis naar het grootste licht aan het gaan ben. Steeds meer en meer. En soms zie je dat ook wel, merk ik, nu ik aan het filmen ben. Dat de zon soms ook wel sterker doorkomt op de camera. Dus de zon is nog altijd wel mijn vriend. Ik hou van zonlicht. Ik kan ook wel van warmte houden. Maar mijn connectie met element vuur is meer dat ik word heel erg meer gericht op gezelligheid. Dus kaarsjes die branden, dat is echt wel mijn ding. Een kampvuur bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel erg gezellig en kan ik ook zeker heel erg waarderen. Maar zo bijvoorbeeld een hittegolf en dan daar zo uren op het strand liggen en zo, dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik heb sowieso wel een connectie met het element vuur, maar meer in de gezellige richting dan. En ja, wierook en zo, daar kan ik ook heel erg van houden. Dat is ook bijvoorbeeld weer een voorbeeld dat ik kan opnoemen dat ik echt wel een connectie heb met element vuur, maar meer op die gezellige manier. Of een open haard. Gezellig voor een open haard liggen.
gezellig. Dat heeft ook allemaal echt zo'n romantische invloed, een romantische sfeer. En ja, ik ben gewoon een heel erg romantisch type. En ja, gewoon een romantisch type en een gezellig type eerder. Dan dat ik de hele tijd in de zon moet gaan liggen en helemaal verbrand moet zijn en zo. Daar vind ik dus echt niks aan. Ja, maar ik ben toch wel blij dat het nu wel wat frisser wordt, dat er meer regen zal doorkomen, meer wind. Wind is trouwens echt van mijn element volgens mijn sterrenbeeld. Ik ben een tweeling, dus ik heb sowieso wel het luchtelement sterk in mij zitten. Maar met vuur heb ik natuurlijk ook een connectie op de gezellige manier dan. Maar ook met water heb ik een heel erg sterke connectie. Ik ga zo vaak in bad. Ik kan echt genieten van een bad te gaan, een connectie met water te komen. Ik hou van zwemmen. Ik zwem heel erg graag. Dit is een van de weinige sporten die ik echt graag doe. En ja, water is regen bijvoorbeeld. Nog een mooi voorbeeld. Ik hou van regen. Ik hou ervan om bij een waterval te staan. Ik hou van rivieren en van meren. Dus met element water heb ik sowieso ook een heel erg sterke connectie. En ook met aarde. Maar met aarde is mijn connectie, vrees ik, het zwakste van alle elementen. Ik hou wel heel erg veel woord van de bomen en van planten en zo. Dus dat is mijn connectie met element aarde dan. En ik zou mij toch ook wel wat meer willen verbinden met element aarde. Zodat ik met alle vier elementen dan een heel sterke connectie kan hebben. Maar ik heb wel het gevoel dat dat ook wel op mijn pad gaat komen. En dat mij nog heel erg veel leuke verrassingen staan te wachten. En ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb er een heel erg goed gevoel over. Ook deze maand van energie voelt heel erg goed aan. Op meerdere vlakken en zo. Dus ik klaag echt niet. Ik zit goed in mijn vel. Ik zit op het goede pad, laten we het zo zeggen. Dus dat wil ik even nog graag meedelen aan jullie. Ik wil jullie even wat vrolijkheid sturen voor de mensen die het nu wat wel moeilijker hebben of zo. Ik stuur jullie vrolijkheid. Ik stuur jullie alle goeds toe. Alle moois toe. En ja, ik wens jullie het allerbeste toe. En ja, dankjewel ook om naar deze video weer te kijken. Dankjewel voor degenen die mij volgen. En ja, tot de volgende keer en heel erg veel liefs van mij.